Mag ik daar een applaus, dames en heren, voor Martin en Peter. Hoi. Nou, hier. Oh, kijk, dat is helemaal niet. Heb je ook een trucje voor mij? Ja? Hoe is het? Ja, goed. Prima. Ja, al 28 edities? Ja, 28 edities. Volgend jaar, 23 mei, de 19e alweer. Of de 29e. De datum staat al. Ik ben allemaal uitgenodigd trouwens om daarvan. Zijn jullie zelf van het begin op betrokken? Ja. Ja, wij zijn zelf de oprichters of medeoprichters van Graspop. Ja, en ging het zoals we mee schetsten, dat er inderdaad een wild idee, er kan nog wel een beetje meer. Wat is de oorsprong? Ja, we hadden eigenlijk een idee om een keer iets buiten onze jeugdhome te gaan doen. En dat is uitgegroeid in een heel groot festival eigenlijk. En wat, want waar wouden jullie er nou niet toe? Jullie dachten van jongens, ik kan gewoon veel meer, wat er is. Ja, wij hadden wel regelmatig bandjes. Alleen we wilden het groter met het publiek en gewoon ook wat grotere namen neerzetten. Mooi. En dat is gelukt. Dat is goed. Wat is de absolute charme van Graspop? Ja, eigenlijk dat er van allerlei soorten muziekstromingen zijn. We hebben een dance stage, we hebben gevestigde namen, maar ook heel veel talentvolle bands. Ja, talentvolle bands. Wat vonden jullie ervan? Dat vond ik zeer pittig en goed, moet ik zeggen. Ja. Goed man. Hé, hey, nu zijn jullie genomineerd. Wat was jullie reactie toen je hoorde dat jullie genomineerd waren? Ja, we waren totaal verrast eigenlijk en wel heel blij verrast. Dus echt super tof. Ja, ik kon dat eigenlijk niet geloven. Ik dacht, wat een bonton zijn. Dat lag niet zo voor de hand, maar tenminste dat dacht ik. Maar als je zelf muziek, dan vinden we het allemaal fantastisch. Ja, geweldig. Hey, dan kan ik me voorstellen dat... Het feit dat je genomineerd bent is natuurlijk een dikke plus, maar het feit dat jullie dit met heel veel vrijwilligers samen doen, denk ik ook. Hoe werkt dat? Wanneer beginnen jullie de mensen weer op te trommelen voor de volgende editie? Nou, we zijn nu alweer bezig voor de volgende editie natuurlijk, in mei volgend jaar. En begin volgend jaar dan worden de vrijwilligers weer uitgenodigd en gebriefd en weer ingezet waar ze het beste in zijn. Weet je ook nog iets over de programmering? We hebben de Daredevils hebben we al een hele tijd vastgelegd en het toeval mag ook weer zijn dat die ook in The Voice actief zijn. Dus en gelukkig bij een ongeluk weer, vorig jaar was het natuurlijk Nevron die ook met The Voice meedeed. Maar er is natuurlijk wel iets extra voor ons, dat levert natuurlijk altijd wel wat extra publiek op. Hartstikke goed. Wat is jullie ambitie en wat is jullie wens voor de toekomst? Nou, even los van het winnen natuurlijk van de Koninklijke Cultuurprijs, maar... Dat willen we ook graag, maar zo doorgaan als dat we nu bezig zijn. Een prachtig mooi festival en maken. Zo is het. Een prachtige omgeving. Dames en heren, mag ik een dames en heren.